vlog van Rompjaren gelost. En we zijn vandaag lekker uit eten bij Sint-Tori. Gezellig met z'n vieren. We hebben zojuist onze drinken gekregen. 3 cola, 1 ijstee. En we hebben net sushi besteld via de tablet. Even rustig vandaag. En we hebben een heel mooi plekje uitgekozen. Even gedag zeggen jullie, jongens. Hoi. Mama gaat spicy tuna eten. Dat is pittige tonijnsushi. En hoe smaakt het, mams? Lekker. Heel lekker. Ik kan niet met stokjes eten, dus ik heb net kinderstokjes gevraagd. Dus dan ga ik hiermee eten. Dia en Ranu weten wel hoe ze met stokjes moeten eten. Zo gaat het makkelijker. Want hier hebben ze een knoop ingemaakt met elastiek. Toch, Raan? Ja. We hebben sushi al gekregen. Ranu is aan het opscheppen. Ja. Dia ook. Heerlijk. Wat zien jullie er ook mooi uit vandaag. Dank je. Alsjeblieft. Jij ook. Alsjeblieft. Jij ook. Dank je. Ranu heeft net ijsblokjes gevraagd, want je hebt een verslaving, hè? Mm-hmm. Nee, maar het is ook warm. Het is heel warm. Het is niet zo warm. Ja, het valt best wel mee. Valt het mee, toch? Ja. Ik heb kinderstokjes, ik weet nog steeds niet hoe dit werkt. Hoe moet je je vingers houden, zo? Mm. Ja, gewoon zo, knijpen in die dingetje, stokjes. 3, 2, 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lekker. Doe maar gegrilde eendenborst en aardappelkoekjes. Wat heb je allemaal aangeslagen op die iPad? Gewoon, jij wilt die geroosterde, deze toch? Ja, van de Royal. Ja. Geroosterde lams toch? Oh ja, doe maar ook lamskoteletten of lamspies. Ja. Nu gaan we echt eten, jongen. We gaan ons buikje rond eten nu. Ja. Jij eet dat niet. Jongens, ik kan niet eten met stokken. Ik eet altijd met bestek of met handen. Willen we ook nasi? Ja, fried rice, 4 keer. Ja, hoor, ja. Ja, we hebben toch een grote tafel. We hebben ze samen. Ja. Ze hebben alleen wasabi. En jongens, voor de mensen die dit niet leuk vinden om te zien hoe wij aan het eten zijn, ja, zou ik je aanraden om de video op stop te zetten. En niet meer te kijken. Want ik snap dat jullie dat gesmak niet zo leuk zullen vinden. Toch, Raan? Dat lijkt me niet zo prettig. Mm-hmm. Om gesmak te horen van anderen. Ja, ASMR. Ranu houdt van ASMR. Ranu zoekt het altijd op. Kijk wat ik heb gedaan. Ik mishandel mijn sushi. Ik kan echt geen sushi eten. Mensen zullen me echt uitlachen. Ja, maar ik ben een echte Hindoestaan. Ik wil gewoon met mijn handen eten. Want dat is hier weer zo verschut in een chic restaurant. Ja, als je niet kan eten, kan je niet anders, hè? Ja. Even wennen, even leren. Ik kan dit echt niet. Dit is de enige bestelling die ik heb gekocht. Hoeveel dingen heb je allemaal besteld? Ik heb echt 9. Oké, lekker. En weet je waar ik zin in heb? In crème brûlée. Maar die komt als poetje, ja. Hoe heb je deze gedaan? Nog niet, mama, die gaat Japanse pastijtjes. Wat heb je gezien, mams? Wilde varken. Oeh, lekker. Weet je wat ik jammer vind? Dat ze geen buikspak hebben. Ja, yes, dankjewel. Alsjeblieft. Yes, ons eten is aangekomen. Kijk hoeveel eten we hebben besteld. We hebben hier kip yakitori, toch? Mm-hmm. Hier hebben wij garnalen, gefrituurde mosselen, ja. Of gerookte mosselen. Ja, zoiets is met mosselen. Hier heb je lamspiezen, want mijn zus vindt het lekker. Dit is geroosterde eendenborstfilet. Met lekkere saus, die vindt die saus lekker. We hebben hier 3 bakken nasi. Mm-hmm. En ik ga dat delen, want we zijn besties, weet je. Hier heb je kip, gepaneerde aardappelkoekjes. En vooraan mijn bestie garnalen. Ja. Yep. Heerlijk ziet het eruit. Mensen zullen denken van eten jullie zoveel? Jazeker. Het is all you can eat restaurant, hè jongens. 2,5 uur lang chappen. Hey, lieve mensen. Heerlijk.
treiteren? Nee, wij treiteren niemand. Eten, dit is drinken, ons leven. Ja. I love food and food loves us. Genieten kan wel. Zeker. En wat zei je, Didi? Eten is jou? Eten is mijn leven. Hobby zei je. En mijn hobby. Dat kan je ook zien aan me. Ik ben een beetje mokkie geworden, weet je? Ik vind dat wel mooi. Vroeger was ik altijd slang. Niet dat ik nu een beetje overdreven motta ben, maar je kan het wel zien aan mijn gezicht. Maar ja, ik word ook ouder. Ik ben 23. Hard, ik werk ook hard, dus we eten ook goed. Yes. We gaan lekker eten. Toch hè? Het net, heer Pierre. Waarom ben je zoveel aan slijmeren? Slijmeren. Wil je mij ook knuffelen? Ja, ik kan niet. Kom kusje. Dit wil jou wel knuffelen. Kus mijn hand. Oelala, ik ga jou dadelijk lekker opeten. Oeps. Yummy in my tummy. Ik ga lekker eten. Ja, begin maar lekker. Heerlijk. Niet nudge geven, dames en heren. Guys, hoe ga je dit met stokken eten? Ik heb mijn spoon nodig hoor. Ik ga het bestellen voor je. Ik begin te bestellen. Mams, is het lekker? Wat ben je nou aan het eten precies? Oh, mosselen. Ik lust dit dan kan niet. Je vinden in Vlissingen, hè? Jullie Jazeker. Kennen die plek door ons. Daar kan je het vinden. Je ziet ze in het water. Oh, Rano. Oh, zal ik even doppen? Hey, net. Ik ging die sushi eten toch? Mijn moffel was zo groot geworden. Mijn sushi was heel groot. Het zat misschien 4 kippen in. Mm-hmm. Ja, en heel krokant ook. Heerlijk. Wat praat jij? Ik probeer haar te begrijpen met de vraag. Ze heeft na lange tijd weer cola op. Ja, ik ben op dieet. Dus ik drink maar 1 glas cola per dag. Heel goed. Ja. En normaal begon mijn dag met cola. En ging ik naar bed met cola. Met cola. Ja, je weet toch. Als ik droom, dan drink ik zelf cola in die droom. Je weet zelf, ik drink cola op bed. Dus het moest even verminderd worden. Ze drinkt cola in de wc. Je weet zelf. Oh, voilà. En is het lekker allemaal? Ik heb nog niet geproefd. Ik ben tussen nu. Oh. Maar nu ga je proeven, toch? Mm-hmm. Ja. Heerlijk. Heerlijk, hè, moms? Heerlijk. Alles is gewoon lekker. Ja. Heb je dit al gevoeld? Nee. Zijn film alleen? Ik film alleen. Nou, dit is zoals je ziet, een soort visronde. Oh, vis is al bijna op. Zoet-zure. She don't like it, I see it at her face. Moet wennen aan de smaak. Dit eet je toch? Zoet-zure. Dit is die bami. Ik vind het niet zo lekker uitzien. Proef maar. Maar ik ben gewoon geen viseter, snap Doe je? Doe maar proeven snel. Wat ben je aan het eten, Rano? Vis. Oh, visje. Oh, Didi, lekker. Oh, Didi, je lekker vis, man. Zo. Echt een visje. Een meel, weet je wel? Nee, je doet die hengel zo in dat water. Je zit zo. En tijdens die vis. Ja, dacht ik. Nou, dus ik ben geen viseter. En ik ben ook geen vlogster. Dus ik weet niet of ik mezelf goed wil. Maar goed. Oh, Rano, even wakker. Volgens mij gaat alles fout hier. Oh jee. Dat is mijn gyoza, Rano. Ja, hier. Ik dacht, ik heb geen eten gekregen. Deze blonde. Ze wacht de hele tijd aan haar eten. Ik dacht al, ik had wel iets besteld. Dus, kijk, dat is gyoza. Japanse kippastei. Alleen hier doen ze het stomen. Ja, dankjewel. Hier doen ze het stomen. En ik vind het lekker als ze het gaan opbakken, weet je wel. Zo van de frituur. Maar hier is het ook opgebakken? Ja, toch wel een beetje. En ik heb ook een deuk in de stokken. Maar ik kan wel eten met mama. Maar deze vissen dan heb ik niet. Nou, let's try it. Goed gekeurd? Mm-hmm. Nou, heel mijn hap wordt gefilmd. Als ik nu geen nadruk kan doen. Je krijgt gekke loesberen dadelijk. Die is wel goed met je. Hi Ren. Betrap. Oh, ik zie je goed niet, maar je ziet iets. Maar je ziet het niet. Wat? Maar je ziet moet je onder tafel filmen toch? Wat is er? Je zit er niet. Bro, waarom zit je zo? Je zit in een restaurant. Ik voel me thuis. Jongens. Ja, kom even met haar hand. Sorry, maar ik wil eten gaan.
Mijn zus heeft stink sokken. Voeten, sorry. Je hebt twee zussen, zeg maar met de naam. Nee, Didi. Zij. Wat? Je hebt stinkvoeten. Mensen gaan nu een raar beeld om me hebben. Mijn voeten steken niet zodat ik naar roze heb. Dan ga ik niet wachten voor ik ja. We gaan nu onze dessert eten. Ik heb hier twee crème brûlée voor mezelf. Die en Ranu hebben een ijsje. Mama heeft hier ook een crème brûlée en een yoghurtdessert. Heerlijk allemaal. De eerste crème brûlée op. Nu ga ik beginnen met de tweede, want iedereen mag twee desserts bestellen. Hartstikke lekker. Crème brûlée is mijn lievelingsdessert. Eet ik het liefst elke dag. Hartstikke lekker. Alleen wat ik jammer vind, dat de bovenste laag niet zo krokant is. Want ik vind het lekker om een beetje te slaan, weet je wel. Zodat die crème brûlée kapot gaat. Maar ik vind het super lekker. We hebben goed gegeten. Mama, we hebben ons buikje rond gegeten. En ik ben een beetje misselijk. Want na lange tijd hebben wij echt zoveel gegeten. Ja. Ik doe een hapje nemen. Karamelliseerde suiker is echt lekker. En zoveel eten wij niet, hè jongens. Het is alleen maar eventjes, all you can eat restaurant. 2,5 uur lekker douwen, weet je. Maar we genieten van het leven. Als je hard werkt, moet je genieten.